Heeft Lajet daar niet een beetje naar gemaakt ook? Dat vind ik echt zo'n flauwekul. Volgens mij staat VAR voor volgens Amsterdamse regels. Dan mag je me op aanspreken aan het eind van dit seizoen. Hans? Nee, ik blijf wel praten. Ik had het voorbereid, hè? Je had mij uitgenodigd, dus ik heb het voorbereid. Heb je nog meer vragen? Het is 1 september, we spelen vandaag tegen Ajax. En ik bedank meteen even Stay at Work en Biercafé Walenburg voor de steun dit seizoen. Als het goed is, dient zich straks een nieuwe Spartiliticus aan. Raymond heeft je toegezegd, dus we zijn heel benieuwd. Dit is Bosselaar TV. Hij loopt. Achter mijn streepje. Ja, maar anders krijg je ook een raar vertekend hoofd een beetje in beeld. Ja, dat is normaal. Michiel, we spelen als nummer 3 tegen de nummer 4, Ajax. Ja, laten we ze achter ons. Dat is de vraag. Nou, ik fietste hier net naartoe. Jij waarschijnlijk ook. En het is heel druk in en om het stadion. Ja. Je voelt echt een soort van hoopvolle verwachting bij iedereen. Het is echt leuk, hè, om weer in de Eredivisie te spelen. Ja, als je goed begint is het leuk, hè. Ik denk dat het enige waar we het echt over hoeven te hebben de opstelling is. Want we zien dat Agge op de bank begint. Dat betekent dat er 3 centrumspitsen op de bank zitten. Pirou, Veldwijk en Agge. En dat Dante Rigo zijn opwachting maakt in de basiself. Dat is denk ik om voetballende oplossingen naar voren te creëren. Ja, denk ik. Ik denk dat je met Rai en Dervişoğlu een mooi counterteam neerzet. Die snel op de omschakeling kunnen spelen en dat Rai meer voetbal brengt dan Agge voor in zo'n wedstrijd. Dus dat lijkt mij de inschatting. Nou ja, goed. En, je hebt een aantal dingen nodig. Volgens mij moet je gewoon 110% inzet. En iedereen moet zich een ongeluk lopen, dus het hele team. Dan moet je durven voetballen. Dat is denk ik het moeilijkste vaak tegen zulke ploegen. Dat je, als je kansen krijgt, ook naar voren durft als back of als verdediger durft in te schuiven. Hè. Als je dat niet doet, dan blijven ze alleen maar komen. En een beetje geluk, dat hebben we altijd nodig om van Ajax te winnen. Maar ja, waarom niet? Geluk tegen Luc in Ajax. Over geluk gesproken. Vanochtend op LinkedIn een mooi stuk van Leonard Geluk, oud-wethouder. Okay. Over zijn Sparta-gevoel, heel leuk om te lezen. Nog even over de bank. Opvallend op de bank is ook, iedereen zegt dat we kwetsbaar zijn achterin. Op de backplaatsen. En de bank kent 2 keepers, 3 centrumspitsen. En de 2 Duartes. We kunnen wel verdedigers op de bank hebben zitten. Maar onze eerste keus op een verkeerde dag. Als je tegen Tadić speelt of dat soort spelers. Dan heb je gewoon een probleem hoor. En Neres zit op de bank, begreep ik. Maar goed, dat is ook een jongen. Hij is volgens mij valt hij niet in het systeem te krijgen. Maar hij doet wel dingen die onafvolgbaar zijn. En daar kan elke back mee in de problemen komen. Dus. Ja, dat zegt me niet zoveel. We hebben veel verdedigers. We hebben een linksback te weinig volgens mij. We gaan maar even naar de voorspelling van de uitslag. Ik heb gepolled op Twitter en op Facebook en op Instagram. En in die volgorde is men eigenlijk steeds positiever. Dus op Twitter zegt geloof ik 80% dat we een resultaat gaan halen. Op Facebook iets van 85% en Instagram 89% geloof ik. Ik denk aan een 2-2. Ja, ik denk 2-1. Jij denkt dat we gaan winnen? Ja, dat zeg ik gewoon natuurlijk. Ja, dat durf ik natuurlijk niet. Maar ik hoop op een 2-1 of een 3-2. Dus schrijf 2-1 op. Maar wat ik al zei, op een verkeerde dag loop je natuurlijk tegen een zeepert aan. Ja. Ik vind het helemaal niet zo. Hè. Die uitslag is niet het belangrijkste. Je moet gewoon, als je kan laten zien dat je mee kan voetballen. Ja, dan kun je gewoon verliezen en toch nog trots zijn. Moet niet het uitgangspunt zijn van een voetballer. Maar dat horen we na 90 minuten wel, of we nog steeds trots zijn. Ik ben sowieso trots. Jij zegt 2-1, ik zeg 2-2. Prettige wedstrijd. Zijn we weer, Hansie? Ja, Michiel, we hebben 20 minuten het idee gehad dat we een beetje mee konden doen. En toen was het eigenlijk klaar, hè? Ja, nou ja, we hebben in veel fases hebben we leuk meegevoetbald. Ja, uiteindelijk geeft de individuele kwaliteit doorslag. Ik zie, ik moet wel zeggen dat ik vond Dervişoğlu buiten de 16 goed voetballen. In de 16 is hij een beetje een dromenland. In de 16 moet hij echt sneller gaan handelen nu.
Want hij loopt in die eerste 20 minuten is het wel twee keer dat Davy zo loopt te treuzelen. In de tweede helft hetzelfde verhaal. Krijgt Lars die bal niet, die gewoon 100% naar hem toe moet. Heeft Lars het daar niet een beetje naar gemaakt ook? Dat vind ik echt zo'n flauwekul. 4-1, kansloze nederlaag. Hè? Uiteindelijk heeft Ajax denk ik een hele makkelijke overwinning binnengesleept. Nou, ik denk dat het punt is, je hoort vaak Ajax en Feyenoord en PSV klagen over dat de bus wordt geparkeerd. Het totaal niet het geval geweest. Sparta probeert gewoon te voetballen. Nou ja, dat komt Ajax ten goede. En ik moet ook zeggen dat ze zeker in het begin, ze missen niet veel. Dus daarom komen ze op een zetel. De eerste goal komt uit veel te veel ruimte voor die aanvaller, hè? Hoe heet die? Promes. En de tweede goal zat Matthij echt helemaal aan de verkeerde kant ineens. Ja, nou ja, die goals vallen altijd door fouten. Je speelt tegen Ajax 90 minuten, dan zijn er altijd fouten. Ja, ik heb Ajax achterin ook fouten zien maken. Ja, dat boeit me nou niet zo. Ik denk dat je hiermee moet meenemen dat je best leuk mee kan voetballen. Zijn we nu wel definitief afgehaakt in de strijd om het kampioenschap? Nee, dat is 34 wedstrijden, dus we zijn nog niet afgehaakt. En je weet nooit, hè? Misschien kopen we wel een aantal spelers voor het einde transfer. Misschien halen we Neres, Ziyech en dat soort spelers wel. Als we Lars verkopen, voor misschien wel 675.000 euro, waar je never nooit de spits voor terug kan kopen. Ja, dan gaat de markt natuurlijk weer open. Ligt de prioriteit nu bij een linksback de komende dagen? Ik weet niet. Van Steen weet of Lars verkocht gaat worden. En wat jou betreft? Ik zou Lars houden en iedereen heeft nu wel gekeken welke linksbacks er te halen zijn in Nederland. Vergeet het maar. Ik hoef geen Buettner of zo, bekijk het maar. Misschien kan Van Steen ergens uit een obscuur land iemand vinden, maar volgens mij was ook de strategie van Steen vooral dat hij Nederlandse spelers zou gaan halen. Nou ja, hoeveel Nederlandse linksbacks zijn er? En dan kan ik je vertellen, er zijn er nog 4 ploegen op zoek naar die linksback. Gaat toch niet lukken, denk ik. Ik denk dat we uitgeanalyseerd zijn, of niet? Want er is eigenlijk heel weinig te vertellen over deze wedstrijd, toch? Nee, nou ja, applaus. En ik vond dat de spelers terecht toch nog bedankt werden. Biertje gaan drinken? In de Bosselaar. Bosselaar. Hans? Daar zijn we weer! Heb je nog een woord van de dag misschien? Zeker. Het is VAR. De VAR is het woord van de dag. En dan komt hij, dat is een videoscheidsrechter. Of videoassistent. Dat is een official die de scheidsrechter assisteert. En op dienstverzoek, dat is heel belangrijk, hè? Op dienstverzoek beslissingen opnieuw beoordeelt met behulp van camerabeelden. De videoscheidsrechter is een volledig gekwalificeerde scheidsrechter. Nou zat ik naast een Ajaxiet vandaag op de tribune. En die zei, volgens mij staat VAR voor volgens Amsterdamse regels. Raymond. Goedemiddag. Hoi. Wat vond je ervan? Ik heb een hele leuke middag gehad. Ja, de uitslag 4-1 is teleurstellend. Maar als je kijkt naar het spel van Sparta. Ik vond het vrij goed. Met name de eerste 20, 30 minuten. Heel goed begin. Met lef ook gespeeld. Moet je durven. Doe niet veel ploegen. Ridder. Onsi. Zijn we weer. Wat vond je ervan? Ja, laat ik zeggen, mijn verwachtingen waren ingelost. Zijn ingelost. Ja, een terechte nederlaag. En ik kan er wel mee leven. Er is wel een verschil qua begrotingen. En dat kwam goed op het veld tot uitdrukking. De eerste 20 minuten konden we leuk meedoen. Tot aan de Ouwezard uitviel. Scheelt een jas. Duarte kan hem niet goed vervangen hoor. Dat is nou niet de eerste keer dat me dat wel opviel. Ik vond dat we de eerste 20 minuten goed speelden. En ik denk wat cruciaal is in deze wedstrijd is dat Ouwezard uitvalt. Want die speelde naar mijn mening de eerste 20 minuten. Dat was de beste man van het veld. Ik vond het heel jammer, hè? Laten we wel duidelijk zijn nog. Adil, hè? Adil viel uit, hè? Na 12 minuten. Die mis je meteen, vind ik. Hè? Een hele goede speler. Onderbrak veel het spel. Ja, die valt uit al na 12 minuten. Je zag ook dat dat een soort van kantelpunt was in de wedstrijd, vond ik al. Want daarna krijg je gewoon meerdere kansen op eigenlijk 1-0. Hè? Dat je voorkomt. Als je voorkomt op 1-0, krijg je een hele andere wedstrijd. Maar goed, het is niet zo jammer. Hopen dat de schade bij Adil niet groot is. En dat hij gewoon in ieder geval thuis tegen RKC dat hij weer erbij kan zijn.
Ik vond Hadoui goed. Hadoui echt heel goed. En dan moet ik echt gaan nadenken. Abels vond ik ook op zich niet verkeerd. Niet zo slecht als Faaien. Ik vond Smeets goed vandaag. Koremans haalde er een paar echt mooie ballen uit. Achterin hebben we natuurlijk een prima duo met Martijn en Vriends. Ja, nee, ik ben over het algemeen eigenlijk niet geschrokken van wat ik gezien heb. Ik vond Smeets weer goed, ik vond Davy Show goed. Achterin Vriends vond ik ook goed. Vond Martijn maakte een foutje bij de 2-0, laat die Tadić makkelijk wegdraaien. Ik heb genoten van een Tadić energie ook vanmiddag, moet je denk ik ook zeggen als Spartaan. Het zijn gewoon wereldklasse spelers. Maar als je ziet hoe Martijn bij de 2-0, die verder ben ik heel blij mee, prima Sparta speler. Maar hoe die bij de 2-0, hoe die wegdraait Tadić, ja, dan komt de 2-0 vandaan. Dat is een soort breekpunt net voor rust. Het is jammer dat het gebeurt. Davy Soglu, matig. Iedere keer maar die bal voor zijn rechter willen hebben. En maar lopen pingelen, vrijstaande medespelers niet zien. Ik vond dat hij eerder gewisseld moest worden. Het is jammer. We hebben met 4-1 verloren. Maar ik ben wel positief gestemd op de manier waarop wij gevoetbald hebben. Heb je nog een vraag? Nou hoor ik dat jouw familie Ajax supporters zijn. Hoe ga je dat oplossen thuis? Ja, dat wordt lastig. Nou, wat ik zeg. Mijn vader en mijn broertje waren vandaag te gast. Ajax supporters en een hoop vrienden uit Amsterdam. En ja... gezellige middag. Die komen graag naar het kasteel. En thuis, ja. Weet je, wij gaan een leuk seizoen tegemoet als Sparta. De contouren van het elftal die staan. En dat gaat echt wel goed komen. We gaan nog de nodige puntjes pakken. Ik denk dat wij ook niet na competitie ingaan tegen degradatie of rechtstreeks degraderen. En geef mij dan maar een 4-1 verlies tegen Ajax thuis. Dan Sparta Jong FC Utrecht. Dus nee, ik heb er geen problemen mee. Felicitaties aan Amsterdam. Hele goede ploeg. En ik heb liever dat we winnen van FC Zuid als ze hier thuis komen. Ja. Hey, waar zie je Sparta eindigen dit seizoen? Heb je al eens een keer eerder aan me gevraagd? En ik blijf dat zeggen, voor mij de vorige keer. Maar ik blijf zeggen, het is 8 en 11. Ja, echt. Volgens mij heb ik 11 of 12 gezegd. Ja. In ieder geval boven die streep. En als we dat halen, hebben we gewoon een goed seizoen gedraaid. Dus dat is prima. En we gaan die punten echt wel pakken hoor. We hebben gewoon echt een goed team. Plek 13 zou ik zeggen. Plek 13, 14 zo. En dat is prima. En we hebben een heel leuk seizoen gehad. Met nieuwe contouren. Denk aan een Brian Smeets. Abels rechtsback vind ik prima. Centrum achterin is ook goed. Dan mag je me op aanspreken aan het eind van dit seizoen. Hans? Nee, ik blijf wel praten. Ik had het voorbereid, hè. Je had me uitgenodigd, dus ik heb het voorbereid. Heb je nog meer vragen? Nee, eigenlijk niet.